Namaste. Welkom bij mijn podcast. Mijn naam is Manisha Sluizer. Ik ben een haptotherapeut, een spiritueel docent en een boodschapper van liefde. Ik noem mezelf ook wel een divine channel of transmedium. Ik heb verbinding met mijn ziel en begeleiders uit andere dimensies. Ik wil met je stilstaan bij bepaalde thema's en onderwerpen van het leven voor bewustzijnsgroei. Ik wil je laten weten dat je niet alleen bent in deze wereld en dat je leven een les, een doel en een missie bevat. Ik neem je mee om te leven vanuit je hart en ziel. Ik noem het ook wel hart- en zielswerk. Je kan bij mij online en persoonlijk individuele en groepsessies volgen voor hart- en zielswerk. Ik wens je voor nu veel luisterplezier. En mocht je een donatie willen doen, dan is dat altijd welkom. En like deze podcast als het resoneert bij jou van binnen. Ik wens jou een mooie reis en weet dat je onderweg bent naar jezelf. In deze podcast wil ik je meenemen in volggedrag. Ik kan er bijna niet normaal over praten. Volggedrag. En ik kreeg een beetje inspiratie van mijn eigen filmpje die ik net heb opgenomen. Wees voorbereid. En ik zal nog even terug te kijken voordat ik hem upload. Dat ik niet denk dat ik hele rare dingen zit te vertellen. Volggedrag. Ja, weet je. Dit is ook zo'n tijd waarin we met z'n allen kunnen volgen. Of met z'n allen gaan luisteren naar wat er binnen in ons gezegd wordt. En ik krijg de boodschap om jou mee te nemen naar binnen. Naar binnen, naar je hart, naar je buik. Wat resoneert er in jou? En ja, ik vind het ook een beetje verdrietig om te zeggen, ook in mijn eigen geval, van ja, dit is een beetje zo voor mij. Hoe ga ik dit op de juiste manier zeggen? Maar ja, er zijn wat mensen die niet meer bij me resoneren. Laat ik dat op die manier zeggen. Waar ik afscheid van mag nemen. Mensen waar ik al een lange tijd dacht, ja, het resoneert gewoon niet helemaal. En ik hobbel maar een beetje mee. Maar eigenlijk klopt het niet. En zeker in, ik noem het altijd spiritueel lalaland. En daar wil ik het niet mee kleiner maken, denigreren of maar. Jeetje, er is zoveel. Er zijn zoveel stromingen. Er zijn zoveel mensen die praten, die hun boodschap vertellen. Ook ik, weet je. Jij luistert naar mij, ik vertel. En ja, en ik hoop gewoon altijd zo. Ik ben zo op zoek naar zuiverheid. En ja, en ik ben zelf iemand die in mezelf de waarheid zoekt. En ik ben ook iemand die tegen jou zegt, ja, luister niet eigenlijk naar wat ik te zeggen heb. Niet naar mijn woorden, maar luister naar het gevoel van binnen. Wat doen mijn woorden met jou? Hè? Wat doet mijn stem met jou? Wat doet mijn boodschap met jou? En nou ja, gelukkig krijg ik hele mooie reacties van jullie. En dat heel veel ook zeggen, ja, je zet me echt aan het denken. En nou, dat vind ik heel fijn. En dat waardeer ik ook in mijn vriendschappen. Dat ik, nou, dat er eerlijkheid is, dat er gelijkwaardig is. En ja, ik zeg dat ook in mijn vriendschappen van, joh, ja, accepteer mij wie ik ben. En ik ben ook confronterend. En als vrienden bij mij op afstand gaan, weet ik dat ze gewoon iets in zichzelf niet willen aangaan. En de confrontatie niet met mij aan durven gaan. Want ik, ja, ik kijk toch dwars door je heen. En dat ik denk, ja, waar ben je mee bezig? Het klopt allemaal niet. En volgzaam zijn nu in deze maatschappij. En ik schrik een beetje als we praten over groepsimmuniteit en en grenzen moeten dicht en we zijn volgzaam. En tuurlijk, ik ben helemaal mee in de zin van, kijk, volgzaam zijn, de waarschuwen meenemen, goed voor elkaar zorgen. Je hebt milde klachten, ga dan niet naar buiten. Ga niet anderen besmetten. Kijk, daarin dat resoneert compleet in mij en daarin ben ik echt heel volgzaam. De zon schijnt, ik wil het bos in. Ja, ik ben een beetje verkouden. Ik hoest niet. Ik heb geen koorts. Ja, volgens mij heb ik gewoon een verkoudheidje met een beetje keelpijn. Het kan zijn dat ik een coronavirus heb.
Ja, maar ik weet het niet, want mijn klachten zijn zo mild. Ja, laten we hopen dat ik het heb en dat het nu voorbij gaat. En dan ben ik er immuun voor. Maar ik ben totaal niet meer volgzaam als we het hebben over vaccinaties. De reden waarom ik mijn hele leven zo vaak verkouden ben, is omdat ik helemaal niet tegen vaccinaties kan. En als klein meisje zei mijn moeder al van, ja, je kreeg dus een vaccinatie en je was altijd ziek. Ik was altijd ziek en ik heb zoveel gereisd. En dan kreeg ik weer een vaccinatie en ik was altijd ziek. En mijn zus kreeg ook die vaccinatie, maar haar was niks aan de hand, maar ik werd altijd ziek. Dikke arm, blauwe plekken, koorts. Ik was meteen 2 dagen was ik van het padje af. Hoe kan dat nou dat mijn lichaam dus meteen zo hard ging werken om die vaccinatie uit mijn systeem te werken? Bij mijn zus zei de vaccinatie gewoon oké. Maar mijn lichaam wil dat niet. Mijn lichaam wil niet iets in mijn lichaam wat niet resoneert met mij van binnen. Mijn lichaam is een voertuig van energie. Mijn lichaam is een voertuig van mijn ziel. Mijn ziel woont in mijn lichaam. Mijn lichaam is een instrument waarmee ik voel, waarmee ik waarneem, waarmee ik sensaties waarneem. Net als jij. Jij neemt ook zoveel waar in jouw lichaam. En durf je daarna te luisteren? Durf je die angst toe te staan, verdriet, boosheid, liefde? Durf jij te voelen van, dit klopt niet? Durf je te voelen van, dit klopt wel? Durf jij te luisteren naar die stem van binnen en dat te volgen? Durf jij je ogen dicht te doen en volgzaam te zijn aan jouw ziel, aan de stem van binnen? Zijn we volgzaam aan onszelf? Zijn we de leider van ons eigen leven? Of laten we anderen de leider zijn en volgen we? En er zijn leiders in de wereld, er zijn volgers in de wereld. Dat is gewoon natuurlijk bepaald. En ik vraag aan jou, ben jij een leider of een volger? Ben jij een geboren leider of ben jij een volger? En als je een volger bent, wie of wat volg je dan? Volg je met je hoofd, met feiten, met wetenschap? Of volg je met je hart, met je onderbuik? Volg je een gevoel van binnen? En als je een leider bent, geef je dan leiding vanuit je hoofd, vanuit wetenschap, vanuit analyses, vanuit zo is het? Of ben jij een leider vanuit je hart, met je ziel, vanuit je buik, vanuit je lijf? Ben je een boodschapper? Heb je een missie? Of ben je iemand die gewoon zegt, nee, er moet kennis overgedragen worden, wetenschappelijke kennis, en daarbij moet ik mensen informeren. Hoe volg jij? En wat volg jij? En ik schrik er altijd van hoe ik tegenover iemand kan staan en hoe we zo totaal anders kunnen denken. En als we het dan hebben over de spiritualiteit en de nieuwe aarde, dan hebben we de oude wereld, zeg maar, het 3D-bewustzijn, het 4D- en 5D-bewustzijn, naar dat verschil wat zo groter wordt. En ik vind het heel verdrietig om te zeggen, maar ik hoop niet dat het in mijn familie gebeurt. Zij zijn allemaal voor vaccineren. Ik ben er tegen. Ja, ik hoop dat mijn vrienden en geliefden, dat we op één lijn zitten. Maar het enige wat ik kan volgen is mijn hogere wijsheid, is mijn intuïtie, is wat er resoneert bij mij. Ik kan niet volgen. Ik had ooit een vriendje en die zei, zullen we samen dansen? En toen zei hij, ja, maar kan je eigenlijk wel volgen? Toen zei ik, nou, als ik een hele goede leider heb, kan ik heel goed volgen. Mensen sturen me allemaal filmpjes van die spirituele guru, van die spirituele, kijk dit, kijk dit, kijk dit. Maar als het niet in mij resoneert, als ik denk, ja, ik heb die boodschap niet nodig en ik weet eigenlijk al wat ze vertellen. Ik weet wat die goeroes allemaal vertellen. Ik vertel het ook. Maar ik wil zo trouw zijn aan mijn intuïtie. Ik wil zo trouw zijn aan mijn ziel. Ik wil zo trouw zijn aan mezelf. Welke kennis en wijsheid heb ik? Waarin heb ik me verdiept? Wat voelt bij mij zo kloppend en wat niet?
Ik hou ervan als ik praat en het rijmt. Mijn lieve schat, dus mijn vraag aan jou. Waar geloof jij in? Wat is voor jou waarheid en durf je daarvoor te gaan staan? Durf jij te zeggen, dit is eigenlijk wat ik echt voel. Dit is wat ik denk, maar dit is wat ik voel. Durf je ook in jezelf te zeggen, ja, dit denk ik eigenlijk en dit voel ik. Of ik wil eigenlijk heel graag meegaan daarin, maar ja, dit houdt me toch tegen. Ik denk hierin aan, in, over. Ik kijk opzij en ik zie echt mijn kat zichzelf helemaal wassen, terwijl die op een andere kat ligt. Die ligt er helemaal onder te slapen. Dit is echt een heel prachtig beeld. Maar, sorry, even een onder mezelfje. Och, lieverd, toch. Ik vind het echt bizarre tijden. En vaccinatieverplichting, dat ik echt denk, echt niet. Nee joh, niet in mijn lijf. Ik geloof dat ik zoveel kennis heb opgedaan over het immuunsysteem, dat wij dat natuurlijk kunnen herstellen. Dat wij zo gemaakt zijn dat wij ziektes kunnen afweren. En als het niet zo zijn en we moeten doodgaan, ja, dan gaan we dood. Ik geloof ook zeker nu dat er steeds meer mensen op aarde zijn met een andere DNA-structuur. Die dus veel meer resistent zijn hiertegen. En weet je, ik vroeg me af in het kader van volgen. Nu zijn die twee katten zijn een beetje gaan ze vechten. In het kader van volgen. Weet je, ik vind het heel raar. Ik praat met je over het coronavirus. Coronavirus is in het nieuws. Oké, wat resoneert in jou? Want hoe kan het dat baby's en kinderen en jongvolwassenen en volwassenen allemaal eigenlijk bij wijze van resistent zijn tegen de coronavirus en de ouderen niet? Dat ik echt denk, maar hoezo baby's en kinderen niet? Hoezo? Hoezo is er een virus? Dat snap ik gewoon niet. Wij kinderen en baby's hebben ook een immuunsysteem. Die zijn nog puurder dan wij. Werkt hun immuunsysteem dan sterker als je klein bent dan wanneer je jong volwassen bent? Dus je denkt, Manisha, wat zit je raar te kletsen? Maar ja, ik denk, hoezo is dit virus zo selectief? Mensen met, ja, het slaat op de longen, maar dat is toch gevaarlijk voor iedereen? Maar goed, we weten dus niet hoe dat virus werkt, maar schijnbaar raakt het virus de mensen die dus gewoon verzwakt zijn. Dus iedereen die gezond is, hoeft zich geen zorgen te maken. Want het verzwakt de mensen die dus al verzwakt zijn. Ja, ben jij dat? Ben ik dat? Ben ik ook verzwakt? Ben jij ook verzwakt? Of ben jij gezond? Ben ik gezond? Nou ja, tijd zal het zeggen. Maar volgzaam zijn. Ik nodig je uit in deze tijden om zo. Nou, kies je leider uit. En word je eigen leider. En ga jezelf volgen. Als je hoofd overuren maakt, sluit je ogen. Ga naar binnen. Wat zegt mijn hart? Wat zegt mijn buik? Wat is mijn waarheid? Wat volg ik in deze wereld? Welke waarheid klopt bij mij? Volg ik wat meneer Rutte allemaal zegt, wat de regering voor ons bepaalt? Of zit er een ander gevoel bij mij van binnen? Hoef ik me geen zorgen te maken? Moet ik me wel zorgen maken? Fake nieuws, nepnieuws, echt nieuws? Waarom zouden we fake nieuws in de wereld gooien? Waarom gaan we elkaar dingen vertellen die niet waar zijn? Why, people? Why? Ik snap dat niet. Jij? Hoezo gaan we nepnieuws verkondigen? Dus wat is nou waarheid? Waar moeten we ons nou op voorbereiden? Je gaat je voorbereiden op wat jij voelt van binnen. Wat resoneert bij jou van binnen. En echt, het is een tijd om wakker te worden. Het is echt een tijd om je uit te spreken, om te gaan staan. Om leiderschap te nemen.
leiderschap, in jouw missie, in jouw doel. En leer wat je leren moet. Maar pak die innerlijke wijsheid van binnen. En deel dat met alle mensen om je heen. Dit is hoe ik me voel. Dit is wat ik denk. Ga de confrontatie aan. Laten we elkaar wakker maken. Wake up, shake up. Waar gaat het over? Een vriendinnetje van mij die... Ik kreeg een sms'je. Ja, voelt niet helemaal kloppend hoor. En toen zei ik, nou weet je, ik ga nu niet in vriendschapdiscussie, sorry. Ik zei, ik maak me druk over hele andere dingen. En ik ga nu niet met jou in gesprek over wat wel en niet goed voelt in onze vriendschap. Ik zeg, hey, we zijn er voor elkaar. We gaan hier samen doorheen. En ik maak me helemaal niet druk over dat jij een beetje op afstand bent of je niet helemaal lekker voelt. Als jij op afstand wil blijven, ga lekker op afstand blijven. En ga goed voor jezelf zorgen, dat doe ik ook. Ik heb geen boodschap op dit moment aan mensen die gewoon niet weten wat ze willen. Ik heb een boodschap aan mensen die weten wat ze willen. Ik ben hier om de lichtwerkers, lichtstrijders te maken. Van lichtwerkers, lichtmeesters. Ik ben hier om met jou te gaan staan. Om te voorkomen dat er rare dingen in deze wereld gebeuren. Ik ben hier met jou om een lichtbaken te zijn tussen de hemel en de aarde. Om elkaar te ondersteunen op aarde en als we er niet meer zijn. We hebben gekozen voor deze tijd. We hebben gekozen voor dit. Herinner je weer, oh ja, hoe zit dat nou bij mij van binnen? Waar? Oh ja, wat is dat dan? Wat resoneert er bij jou? Oh ja, oh ja, oh ja. Je hebt je klaargemaakt voor deze, strijd. Een virus die er opeens is, die alles overheerst. Huh? Hoezo? Why? Waar gaat dit over, lieve mensen? Waar hebben we het over? Waar gaat dit virus over? Dus koppel die angst los. Waar gaat het nu over? Wat doet de politiek? Wat gebeurt er in de wereld? Wat voor effect heeft dit virus op de hele wereld? Nou, ik geloof niet dat het een kosmische plaag is. Dat de kosmos, ik hoor dat niet van mijn begeleiders. Dat resoneert niet in mij. Dat ze zeggen, nou, moeder natuur heeft dit gedaan. Moeder natuur heeft dit in de wereld gegooid. Ja, moet je kijken. Het begon in China, heel Europa, Amerika, Afrika gewoon niet. Nog niet of niet. En dan denk ik, nee, al die mensen, dat is al niet zo goed daar. Hè? Daar moet het ook gewoon niet gebeuren. Dan is heel Afrika, zijn al die mensen dood. Die hebben al een verzwakt immuunsysteem. Misschien zeg ik nu iets heel onaardigs en iets wat niet waar is. Maar hoezo treft het deze gebieden? En hoezo de jongeren en de baby's niet? En alleen dus de ouderen? En dan vaccinaties? En dan... Waarom zeiden ze niet meteen, lieve mensen, er is een virus in de wereld. Oké, let op je gezondheid. Ga dit en dit doen. Ga, jongens, let op. Nee. Ik volg het eigenlijk niet. Ik denk, ik had beter moeten opletten. Ik had me eerder moeten verdiepen. Ik heb wat signalen gemist. Want ik hou niet van het nieuws. Kijk er niet naar. Ik heb het gemist. Ik ben niet iemand die graaft op het internet. Het komt gewoon naar me toe, waarschijnlijk net als jij. Ik heb een steekje laten liggen. En dat ga ik niet meer doen. Ik ben hier met jou. Om samen sterk te zijn. Zodat jij misschien naar mij luistert en weer iemand anders naar jou. En dat we met elkaar praten. Volgzaam zijn. Volgzaam aan je hart. Volgzaam aan je ziel. Wat is je missie? Wat is je doel? Word wakker. Luister. Laat mij jou meenemen om terug te komen, om te herinneren wie je bent. Of het resoneert wat ik zeg. Of resoneert wat anderen zeggen. Luister naar binnen, laat je niet gek maken. Wat is de boodschap? Wat is jouw boodschap voor dit moment, voor
voor deze tijd, voor nu. Wat kom jij brengen? Wat mag jij ontvangen? Wat wil jij als leider doorgeven? Wat wil jij overbrengen als leider van jouw hart, jouw ziel? Wat is je boodschap? Ik hoor je graag. Liefs, Manisha.